afgelopen zaterdag heb ik deze groep boeren ontvangen in Ikeri. Ik heb ze toegesproken. Toen waren ze ook verhit. En ik ben tot een afspraak met hen gekomen. Van luister, een deel van het huiswerk wordt nog gemaakt. De boeren die dringende schuld moeten aflossen, kunnen zich laten registreren. Is een, nu gaande, sinds maandag afgelopen. Boeren nu dringend en ze gaan van, ze hebben geen kunstmest om te bemesten of chemicaliën. Geef je op bij LVV. Die staat is nu al opgemaakt. En komende zaterdag zouden we weer bij elkaar zitten. En hoe dit plotseling zo vandaan kwam, ook als je naar die gezichten kijkt. Driekwart van de mensen waren geen boeren. Misschien meer zelfs. Er wordt een bepaald scenario afgedraaid, laat maar het heel open zeggen. En ik leen me er niet daarvoor. We zijn technisch bezig. We hebben afspraken met de boeren. En de president is ondertussen ook al terug. Dus vanmiddag in de regeringsraadsvergadering zullen er wat besluiten vallen. En dan kunnen we meer mededelingen doen. Maar in elk geval, zij die nu in een nood verkeren, we zijn al bezig die hulp te bieden. Ook, maar ook betrouwbare data. Maar gelukkig bij de laatste ter inzagelegging zagen we geen veranderingen. Dan een paar bankrekeningen. En nu is het kwestie van, afhankelijk van de beschikbaarheid van de financiële middelen, dat dan nu de regering, in deze minister van Financiën, verder tot actie zal overgaan. Maar het is dus niet zo dat als van de Oh, dat weet ik niet. Het model is al uitgewerkt. Alle scenario's zijn uitgewerkt en het is nu later kijken welke haalbaar is. Nee. Alleen zij die in een noodsituatie verkeren. Zoals ik eerder zei, waar de bank op hun zit. Of voor de gewasverzorging, dat ze dringend wat middelen nodig hebben. We zijn nu bezig te kijken van hoe wij die boeren alvast uit de pinari kunnen halen. Kijk, er is een traject uitgezet, samen met de boeren, om te kijken van hoe wij hun kostprijs verder omlaag kunnen brengen. En ik heb afgelopen zaterdag ook behandeld met hun, toen ze bij elkaar waren. Een van de kostencomponenten die ze opbrengen in hun kostenopbouw is perceelhuur. Is de gasten niet rendabel, dan moet je geen perceel huren. Waarvoor huur je dan om verlies te maken? Weet je, je ziet bepaalde kronkeligheden. Maar ze brengen het op en je moet durven dat ook tegen hun te zeggen. En 10 tot 15 balen aan padi, maal 22 US dollar, dan kun je zelf uitrekenen. Hoeven ze niet aan huur betalen per hectare. Dus ik zeg van, waarom zou je dat huren? Weet je, het zijn allemaal vraagpunten die ik dan zo bloed op tafel leg in die discussie met hun. Want ik wil die kostprijs per baal omlaag brengen. Daarvoor treffen we maatregelen. We hebben een 4 miljoen beschikbaar gesteld voor aanbetalingen voor nieuwe machines. We hebben Nova nu, welke hun helpt met de financiering van de rest. Want jouw kosten moeten omlaag, je moet betere machines hebben, efficiëntere machines hebben. Weet je, zo werken we daar en dan hopen we binnen 2-3 sessies al zo ver te zijn. Maar het is een kwestie van die discipline opbrengen en niet elke keer zeggen van wat ik tekort schiet moet gesubsidieerd worden.